Ergens. Een hele ring om de zon heen. Een hele cirkel. En jullie zien dat niet. De meeste mensen. Die zien dat niet. Dat er door die vliegtuigen allemaal dit soort troep in de lucht gespoten worden. En dat we daardoor allemaal heel veel mensen longproblemen krijgen. En dat zijn de mensen die aan corona doodgaan. En alle mensen die aan corona doodgaan, alle ouderen, hebben ze al de pensioenen weer terugverdiend. Die ze hebben uitgegeven en vergokt. Dat is een van de dingetjes die erachter zitten. Maar dit wiel heeft meerdere spaken, geloof me. En jullie willen het niet geloven. Jullie denken van, ik kijk wel liever tv en ik luister niet naar die kale. Geloof me nou, als er straks de pleuris uitbreekt, hoef je hier ook niet aan te bellen dan. Nee? Zoek je het dan zelf ook maar uit. Je wist het toch allemaal zo goed en iedereen was zo gek. Nee? Lekker geloven in die corona shit en allemaal. Ik wist allemaal van tevoren dat het eraan zou komen. Als je ander nieuws volgt en niet naar de NOS kijkt. En sowieso niet naar tv kijkt, dan stel je domboos. Dat is gemaakt om je dom te houden. Geloof me nou, om je dom te houden. Kijk, die reclames en alles wat je ziet op televisie. Het draait allemaal om één programma. Want wat de Bilderberg Groep doorgegeven heeft aan de EU en Nederland. Wat het programma is en waar ze zich aan moeten houden. Dus Rutte maakt helemaal niks zelf uit. Ze maken allemaal niks, de politiek maakt helemaal niks zelf uit. Het is allemaal een programma wat ze allemaal navolgen. Het wordt hun allemaal gezegd. Nederland bestaat sowieso niet meer. Het is een bedrijf geworden. Jullie hebben dat allemaal niet gevolgd. Jullie zaten lekker allemaal voetbal te kijken. En domme programma's te kijken. En domme spelletjes te spelen. Jullie hebben dat allemaal niet gevolgd. Nederland bestaat helemaal niet meer. De hele politiek heeft hier geen macht meer. Want dus, ten eerste is het Europa geworden. En vorig jaar... Was het vorig jaar? Is de New World Order in werking gegaan. En niemand heeft dat door. Ja... Precies alles wat de Bijbel zegt, komt allemaal uit. En iedereen lacht erom. En door jaren heen zijn we allemaal, is het allemaal taboe gemaakt, de hele Bijbel. En religie dit en religie dat en allemaal. Omdat jullie allemaal te dom zijn om het boek werkelijk te volgen en te lezen. En wat er werkelijk staat. En niet wat de priesters zeggen allemaal. En in die kerken rondbezuinen. Er staan hele andere boodschappen in de Bijbel. Boeddhistische boodschappen. Waar mensen nu pas achter komen omdat ze de taal proberen te begrijpen. Gewoon hoe die mensen toen dachten en hoe ze dingen opschreven. De mensen willen daar niet aan. Die willen helemaal geen boeken lezen. Die willen lekker dom blijven. En dan gaan ze wel andere mensen belachelijk maken. Hou dan lekker je bek dicht. He? Heb dan ook geen oordeel over andere mensen die anders denken. Ik had van de week had ik met iemand erover. Een oudere dame. En ik had het over Amerika en dan kwam het op Trump. Dus ik vind het een griezel, die Trump. Ik zei, nou, dus? Ja, nee, dan ga ik het ook niet kijken. Ik zei, dus je weet helemaal niet, Trump is een klootzak en Ik zeg, dus omdat je hem niet mag, luister je niet naar zijn boodschap. Dan luister je niet wat je zegt. Ik zeg, ben je gewoon een dom vark? En dan heb je gewoon je hersens op slot. Dus eigenlijk hoor je dan ook helemaal niet in mijn vriendengroep gaan. En dat zeg ik tegen jullie allemaal, als je wel zo denkt, kleur jezelf alsjeblieft uit mijn vriendengroep, want dan heb ik echt geen tijd en dan geen zin meer om mensen. Ik doe dit soort dingen om mensen te waarschuwen, om hun ogen te openen. Maar als jullie je ogen niet willen openen doen, verwijder je dan lekker uit mijn vriendenlijst, ja. Kleur lekker op. Ga lekker tv kijken en ga ik lekker Rutte stemmen. Hoi. En dat jullie dit niet eens zien en doorhebben gewoon. Ja, dat is toch Condé-strepen, hè? Zoveel vliegtuigen, die zie je gewoon, die zitten helemaal geen strepen achter. En dan 5 minuten later, iedere keer als er een mooie blauwe lucht is, boom, komen er een paar van die vliegtuigen langs. En wat gebeurt er? Een paar van die strepen en dit komt allemaal uit die strepen. Allemaal tering zo. En het zijn metalen, mensen. Het is borium, strontium, thorium en aluminium. En als je het niet wil geloven, zoek het maar op het internet. En niet op chemtrails zoeken, want dan krijg je alleen maar domme dingen. Dan moet je zoeken op aerosols en dat soort dingen. Ja, en global weather engineering. Wat zeggen ze dan zogenaamd om het weer, om de zon terug te kaatsen. Global warming. En nog meer, van die klimaatgekjes die dat allemaal geloven. En met de CO2 dingen.
In 1900 was de CO2 bijna twee keer zoveel. En toen reden er geen auto's en waren er geen grote fabrieken. Dus ga dat maar eens even uitleggen. Hè? Nee, maar je moet de televisie moet je geloven allemaal. En die zogenaamde specialisten die hun naar voren roepen. Het zijn alleen maar hun eigen vriendjes, mafketels. Je moet kijken naar de rest van de wereld ook. En als ze het allemaal hetzelfde zeggen, oké, dan zit er misschien wat in. Ik ben zo kwaad en zo stom volk gewoon wat er rondloopt. Gewoon allemaal met die mondkapjes. En dan kom je te dicht in de buurt en lopen ze allemaal. Kom niet te dicht in de buurt. Stel je debielen, er is helemaal geen coronavirus zitten. Het is helemaal niet zo dodelijk. Heel veel mensen hebben het gehad en die hebben er helemaal geen last van. Ik ben ook ziek geweest. Nou en, als je longproblemen hebt en deze kanker zou je inademt en veel buiten werkt. Dan heb je last van problemen. Maar jullie zijn al jong, merk het nog wel. Kom nog wel. En dan ga je zien, waar zijn al die mensen dan op de IC's en al die dingen? Al die IC's zijn leeg, maar wel aanhoeren. Corona, op de televisie, ja, en Rutte zegt. Zulletje schapenkoppen. Maar, mag jullie echt niet. Voel je me lekker aangesproken? Nee? Toen waren we even een paar knopjes in te drukken en die tv uit te gooien en lekker op internet te gaan zoeken en kijken wat erop staat ofzo. En waarom haalt YouTube al die filmpjes weg en Facebook is, zijn een heleboel dingen verboden? Hè? Omdat het allemaal vals nieuws is? Ja, mijn kut. Als je dat denkt, dan ben je echt nog stommer als een Belg. En die zijn dom hoor. Nou, ik ben er klaar mee, tyfus. Hoi.